Breda Nu. Je weet het meteen. De paashaas staat weer voor de deur. En daarom gingen wij de stad in om te vragen wat jullie paastraditie is. Nou meneer, vertel, wat is uw paastraditie? Nou, ik kom uit Twente en daar hebben ze paasvuren, dus daar gaan we altijd wel even kijken. En ben je ook van plan hier in Breda een groot vuur te stichten? Ik ga terug, dus nee, ik ben hier niet, dus ik zit er geen last van hebben. Ja. Ik kom hier ook niet oorspronkelijk vandaan, ik kom oorspronkelijk uit Utrecht. Maar wat wij doen altijd is paasontbijt, paaseieren zoeken, dus gewoon samen zijn. Dus mevrouw, wat is uw paastraditie? Paastraditie is paasontbijt. Daarna koffie drinken met de familie en weer avondeten met de andere familie. Nou, wij gaan altijd gewoon met het gezin gaan we brunchen op eerste en tweede paasdag. Nou, dat we met het hele gezin een paasbrunch houden. En we gaan dit jaar gaan we voor de tweede keer gaan we naar Den Haag. En dan gaan we daar een paasbrunch houden met het hele gezin en de kinderen. Eieren verstoppen voor het jong. Wij gingen vroeger gewoon eieren zoeken en nu gewoon ontbijten. Niks. Ja, ik ging vroeger ook eieren zoeken in de tuin van mijn oom. Maar nu ontbijten we alleen met het gezin. Nou, we gaan altijd lekker paas ontbijten. En daarna gaan we gezellig met elkaar wat drinken en uit eten. Klinkt gezellig inderdaad. En die van jou? Gewoon ook uit eten en bij elkaar gewoon. Ga je nog eieren zoeken? Nee. Ben je er oud voor? Ja. En wat is uw paastraditie? Als ik met de kinderen en de kleinkinderen bij elkaar ben, is voor mij Pasen. Wij doen altijd inderdaad eieren zoeken. En vaak doen we ze dan weer 2 of 3 keer opnieuw verstoppen op een andere plek. Hoeveel eieren ga je opzoeken, denk je? Ik denk 10. Vroeger dekte mijn moeder altijd de tafel op paaszaterdag om 12 uur. Dan was de vaste voorbij, dat bestaat niet meer. Maar ik dek ook al een week van tevoren de paastafel. En met mijn gezin... Dat zijn 3 kinderen, 10 kleinkinderen en aanhang. Gaan we de eerste paasdag brunchen, maar wel in een restaurant. Want met 18 man kunnen we niet meer thuis. Nou, ik heb eigenlijk geen paastraditie. Dus vroeger als kind hebben we soms nog wel van echt eieren verstopt. En dan moesten we dan gaan zoeken. Maar tegenwoordig niks meer. Dus toevallig gaan we vanavond wel uit eten. Misschien toch wel met het paasidee, maar nee, het zit er niet meer in. Breda Nu. Je weet het meteen.